Is weer Marcel, positief wat nieuws vandaag. Dit keer over het Coldplay. Een van de beste bands ter wereld op dit moment. Ik heb ze zelf een aantal keren gezien, onder andere in Den Haag, het Malieveld. Uiteraard heb ik ook alle cd's van Coldplay. Maar Coldplay geeft twee concerten in Amsterdam Arena. Nou, er is wel wat nodige gezegd over het het geluid, de galm die er al heel lang is, sterker nog, zolang de arena er is. Ik heb het zelf ondervonden bij diverse concerten die ik daar gezien heb. Blijft het maar doorgalmen. Maar Coldplay heeft toch letterlijk geknald in de arena. En natuurlijk met een allernieuwste cd, die ze daar natuurlijk ook diverse nummers over zongen. En het is natuurlijk een fantastische band. En één grote, show, om het zo te zeggen. En even kijken. Gisteravond was het concert en vanavond spelen ze nog een keer in de arena. Dus ja, mocht je nog een kaartje kunnen krijgen. Ik heb het tevergeefs geprobeerd. Uiteraard weer tegen woekerprijzen. Daar ontkom je gewoon niet aan. Maar het concert van Coldplay was fantastisch. En Coldplay maakt gewoon een moderne en pakkende muziek. En in vergelijking met heel veel bands, wat vaak toch heel erg voorspelbaar is, vind ik de muziek van Coldplay vooruitstrevend. En er zit gewoon heel veel power en heel veel dynamiek in de hele band. En de muziek, dat kan je altijd opzetten. Het is altijd een goede muziek. Maar het concert was fantastisch. En had ik ook niet anders verwacht. Dus Coldplay, fantastisch. En kijk uit naar een keer een concert die ik wellicht live kan zien. Misschien is het dit jaar nog een keertje ergens. En ik hoop dat jullie ook morgen weer veel plezier hebben bij het volgende concert van Coldplay. En tot de volgende keer!